Ja, lieve vrienden, ik ben weer thuis en de boodschap in huis. Een heleboel bende veel. Kom Rebecca er al aan. Lieve vrienden, het is al laat. Hoe laat leven we eigenlijk? Ik weet niet eens. 3:22, dus 3:30. En het is 26 september. Ja, vrouwtje komt eraan, man. Carlos wil eruit. Kom maar. Kom dan. Moet je eruit, man? Nee, even dwijl aan de kant. Ook erdoor. Ja. Het is weer droog, hè? Eindelijk maar toch. Ja, eindelijk maar toch is het droog. Ja, ja. Nee, dat de reden laat was, Ben, is dat ik heel laat uitkwam. Was niet vooruit te branden. Eerst aan die kant hoofdpijn. Neem je medicatie in. Dan ga je weer slapen. Word je weer wakker. Ik had weer aan die kant. Dat gaat goed, mijn neus. Daarom, ik heb wel wat make-up op, maar niet veel. Geen zin, geen fut, nergens zin. Maar ik moet zo meteen wel naar buiten. Ik moet zo naar de winkel toe om even dierenbenodigdheden gaan te kopen. Ja, en voor mezelf, ja, ik ben een vloeibaar. Dus even het vloeibaar eten in huis halen. En dan komt dat ook wel weer goed. Ja. Maar in ieder geval, het is geen prettig weer. Nee, helemaal niet. En de mensen zijn stronknieuwsgierig. Het lijkt wel alsof ik hier nieuw woon, terwijl ik hier al jaren woon. Maar ze lopen maar naar binnen te gluren. Nou, daar heb ik een hekel aan, weet je. Maar ik vertik het om er plastic voor te plakken. Doe het niet. Want dat sluit je jezelf ook weer op. Nou, zo'n leven wil ik niet, dat ik mezelf opsluit. Nee. Of wel nog Frodootje. Nou, Frodootje is ook lief. En Eowyn is lief. Lekker bij elkaar op de bank. Hé? Ja? Eowynetje. Hé? Oh, ben jij gaan druk aan het wassen? Oeh, ja, je moet ook schoon wezen. Jo, hoe ga je er nou af? En dan? Waar ga je naartoe? In de keuken. Drinken. Hé, en jij bent ook lief, hè? Ja. Jij bent ook lief, hè, man. Hoppotje dikkie. Ja, vrouwtje de koffie straks op het traheer melkkorf om en dan gaat vrouwtje even weg. Of zo, ja, ik wil al niet, maar ik moet. Want ik heb voor jou geen vlees meer. Nee, en ik ben ook met het laatste doodje van Eeuw in een kanhof ook. En dus ja, moet ik toch weer even bijhalen. Toch? Ja, vind ik van wel. En die is ja, aan het water drinken. Ik vind dat zo lekker. Zo lief, zo aandoenlijk. Kijk, en dan moet ik weer zo zitten. Ja, dan valt het licht op mij. Ga ik gewoon normaal zitten, dan komt het niet goed. Maar oké, lieve vrienden, geniet verder van jullie dag. En ja, probeer er wat van te maken, zou ik zo zeggen. Ja, toch? Ja. Ja, die tong wil nog niet door, want ik heb hem, voordat ik die piercing erin kreeg, had ik me al verbrand aan te hete koffie de dag ervoor. En dan toch gaan. Had ik eigenlijk niet moeten doen. Ik had het uit moeten stellen. Maar ja. Gedane zaken nemen geen keer. Nee, helaas niet. Dus lieve vrienden, tot later. Ja, lieve vrienden, ik ben weer thuis. En de boodschap in huis. Een heleboel bende veel. Ja, en twee zakken kattengrit. Dat staat bij mijn bureau. Dus dat is allemaal weer binnen. Nou is het opruimen heen gaan. En ik ben back af.
Ja, want ik moest vanaf de schuur. Ik heb de rollator niet gepakt. Maar die tas is loodzwaar. En ja, die twee doosjes met kattenvoer voor de katten zit erin, dat is zwaar. Die blikken uiteraard, van Frodo zijn zwaar. Maar ja, en dan heb ik ook nog. Nou ja, als je daar ook meerdere van hebt, wordt het ook lekker zwaar. En ik denk dat jullie dat zullen wel weten. Ja. Dus ik ga een bakje koffie maken. Nee, ik heb geen Bounty. Nee. Gaat het hem nou niet worden? Nee. Helaas, pindakaas. Maar ja, oké. Ik neem wel even wat anders. Want ik heb dus een heel klein beetje... ook yoghurt gehad uit zo'n beker. Maar dat was toen op. Ja. Dus meer heb ik nog niet gehad. Zo val ik wel af, denk ik. Maar oké, dat is niet op die manier de bedoeling. Nee. Maar oké, ik probeer het neer te zetten. Zo, hè. Dus ja, een bakje koffie gaat er al in. En dan zal ik zo meteen gewoon een bakje noedels maken. Ja. Is wel lekker. Zo. Ik moet daar meer water in, dat doe ik ook zo wel even. En ik heb een WhatsApp bericht binnen, dus daar zal ik ook naar kijken. En ik wens jullie verder een prettige namiddag. Ja, en het is donker weer. Ik ben bang dat ik niet meer filmen kan omdat het zo donker wordt. Ja, ik moet mijn lamp er nodig weer bij doen. Ja, dus we zullen het even beleven, we zullen het zien. Want ik heb meer te doen, ik moet de camera leeghalen nog. Die is nog vol, heb ik nog niet gedaan. Ik had gisteren andere prioriteiten gehad op de computer. Zoals al die andere mappen met filmpjes uitgezocht, dat heb ik gedaan. En toen ben ik niet meer aan deze toegekomen. Dus nou, gaat deze ook nog, hè? Ja, maar dat komt ook wel goed. Ja, praten gaat toch wel beter als ik weer wat gedronken heb, et cetera. En alleen nog, ja, eten wil natuurlijk nog niet, hè? Maar ja, als je een nacht geslapen hebt, dan is je mond ook droog. En als je dan tegen iemand een gesprek begint, terwijl het nog lekker droog is, gaat het ook een beetje stroef. Maar oké. En dan komt het nog bij dat ik zie ook nog aan de onderkant verbrand is geweest door mijn hete koffie. Dat doet ook nog zeer. Ja, dat was maandag het geval. Dus oké, mijn lieve vrienden, ik zou zeggen, tot later. Ja, lieve vrienden, het is vandaag alweer vrijdag en we leven op 27 september om 11:57. Ik zit te wachten op Rebecca, ik moet nog eten, de dieren moeten nog eten. Maar ach, dat kan de pret niet drukken, het is toch, je lunch. Ik heb al even het een en het ander afgewassen voor met de hand. Want ja, nog steeds te weinig voor die vaatwasser, omdat ik geen pannen niks gebruik momenteel. Nee, maar ja, maakt niet uit. Nee hoor, komt allemaal wel weer goed. Hé, ja nou? Ja, Gandalf. Hé, Gandalf, ja? Kom Rebecca er al aan. Mauw. Mauw, ja, is het zo? En dan hebben we Ewing. Hé, onze prinses. Ik hoor een pannetje schuiven. Ja, die moet ik ook even optillen. Die moet ik wel gebruiken. En daar ligt meneer Frodo. Hé, moet je ook eten? Ja, hé. Ja. Gaan we ook rap wat aan doen? Hé? Ja. Ja, lieve vrienden, het is hier hopeloos rot weer. Het is droevig wat dat er gaat. Ja. Dus kunnen we niks aan doen, dat krijg je erbij. Ja, helemaal waar. Ik heb ook geen licht op mij, zo. Nee, het wil nou even niet. Nou ja, pech gehad. En zo kom ik weer in het donker. Ja. Nou ja, maakt het allemaal niet uit. Nee hoor. Ik hoop even dat het morgen droog is, knap weer is. Want morgenavond hebben we kermis shopping night. Nou, dat wou ik even naartoe, wou ik gaan vloggen. Ja. En voor nu wens ik jullie een hele fijne middag verder. En dan word ik weer waarschijnlijk. Hé, jakker. Ja, zo beter.
Maar in ieder geval, ik wens jullie een hele fijne middag verder. En tot straks maar weer. Doei, doei. Ja, lieve vrienden, het is alweer in de middag, nog steeds 27 september op een vrijdag, 1:37 dus. En Rebecca is ongeveer net een kwartiertje weg, à 20 minuten. Ik heb weer een bakje koffie voor mijn neus, althans die stond er al, maar ik kan nog niet heet, te heet drinken hebben. Dus ja, dan wacht op dat die koud genoeg is, dat ik hem wel kan drinken. Ik zit even aan de andere kant van de eettafel, omdat ik met het licht zit te harnissen. En de lamp aan doen, dat geeft ook niks. Dus ja, en de postpakketbezorger staat voor mijn deur, die gaat weer weg. Ja, daar gaat hij. Maar in ieder geval, ik was eventjes naar onszelf aan het luisteren. Dat Corita hier kwam en Jan en Karen en Roderick en in het restaurant even een paar stukjes kijken. Was wel leuk en gezellig, maar ja, Karen die heeft, en Karen en Roderick zijn ook aan het filmen geweest, maar die deden ze de andere kant, dus ja, dat zullen jullie bij hun zien. Ja, en mij zie je maar aan één kant en meest zit ik erop en dat had ik eigenlijk ook niet gemoeten, maar ja, camera's bediende ik zelf niet, dat deed Karen. Maar ja, de anderen hadden er ook op moeten zitten. En dat is niet echt goed gebeurd. Maar ja, maakt niet uit. We hebben het gezellig gehad. We hebben het fijn gehad. Het was heerlijk zo om samen te mogen zijn. Ja, daar ben ik dankbaar voor. Maar in ieder geval, het is momenteel prachtig mooi weer. Hoe lang het zo mooi blijft, weet ik niet. Ik ga er ook niet uit, want ik hoef er niet uit. Ik zou nu weten waar naartoe. Stel je voor dat ik een bak met regen op mijn kop krijg, daar heb ik ook geen zin in. Nee, wie wel. Maar ik ga gewoon voor de pc aan het werk. Ik ga weer renderen, je kent weer naar YouTube toe. En verder, ik zie wel wat ik doe. Ja, lekker met mijn diertjes. Lekker. De deur die staat even open, want Rebecca heeft gedweild. Het is nog nattig om me heen. De grond, want ja, het moet even drogen. En dat komt ook allemaal wel goed. De deur staat op een klein haakje. Kan er niemand erin of eruit? Nee, qua dieren dan. Maar oké, lieve vrienden, geniet verder van jullie dag. Ik hoop dat bij jullie ook momenteel mooi weer mag zijn. Want dat is gewoon heerlijk en fijn voor iedereen. Dat ik zou zeggen, tot later maar weer. Doei doei!